Er wordt momenteel weer veel gezegd en geschreven over de familie Hazes. We hebben er allemaal meningen over. Ik natuurlijk ook, citeert RTL Boulevard André Hazes bij Jinek. Maar het is echt heel pijnlijk. Als ik dan ook zo'n rechtszaak voorbij zie komen. Ik sta daar buiten, ik heb daar oprecht niks mee te maken. Dat is iets tussen hun allebei. Alleen, het went nooit dat het allemaal zo gaat bij ons in de familie. Het is heel pijnlijk en verdrietig. Ik heb geen contact met hem en moeder op dit moment, geeft André ook eindelijk zelf toe. Maar ik vind haar ook heel zielig. Omdat sommige dingen, daar kan ze niet zoveel aan doen. Sommige dingen worden haar aangedaan. Ik vind het sneu. Ik vind ons gezin een beetje sneu. Hoe ons leven eigenlijk is gelopen met elkaar. Het is heel verdrietig, besluit André Hazes. Thank you.